14 stappen van de Eucharistieviering, de zevende stap, de liturgie van het woord dat we afronden. De lezingen uit de Heilige Schrift, we proberen met een open hart te luisteren, zodat ze kunnen klinken en Christus daardoorheen ons hart kan raken. Het zijn dus niet in eerste instantie morele lessen. We moeten ook niet luisteren van wat kan ik ermee doen. Het is geen padvindershandboek, de Bijbel. Het is geen spoorboekje. Het is het levende woord van de levende God. En als God werkelijk de ruimte krijgt Jezus tot ons hart te spreken, dan zal Hij langs die weg ons heel duidelijk maken wat we kunnen doen. Maar we moeten het niet verwarren, omwisselen. Als we maar iets doen, dan zijn we christenen. Nee, we zijn christenen omdat we ons door Christus laten leiden. En Hij zal ons dan wel laten zien wat we moeten doen. Het is het woord van de levende God. Twee dingen wil Hij vooral tot ons laten klinken. Zijn liefde en een woord dat ons omvormt. Elk woord van God komt voort uit zijn liefde. Elk woord uit de Heilige Schrift is ergens echo van zijn liefde. Dat is wat Hij ons wil toezeggen, altijd weer opnieuw. Langs verschillende kanten. Daarom is de Bijbel zo rijk. Om langs allerlei invalshoeken te laten zien wat die liefde van God voor ons is. En het tweede, als het woord kan klinken, zal het ons omvormen. En waartoe zal het ons omvormen? Naar de heiligheid toe. Christus wil niets minder dan onze heiligheid. Heiligheid is niet morele perfectie, is niet imitatie van die hele grote heiligen. Heiligheid is openheid voor zijn liefde, zodanig dat zijn liefde ons kan omvormen en wij zijn liefde kunnen doorgeven, met liefde kunnen reageren. Dat is wat zijn woord beoogt. Als het woord geklonken heeft, gaan wij antwoord geven. Dat doen we in zekere zin tussendoor al, door te zeggen, wij danken God. We zijn dankbaar voor het woord van God. Maar we doen het vooral door de geloofsbelijdenis en door het universele gebed van de gelovigen te bidden. Dat is ons antwoord op het woord dat geklonken heeft. God heeft tot ons gesproken en wij zeggen met heel de kerk, wij geloven in u, de geloofsbelijdenis. Twee teksten krijgen we daarvoor, een korte tekst en een lange tekst. En die lange tekst die bidden we vaak in het Latijn, Credo. En het is mooi dat deze teksten er zijn. Ze komen ook uit de hele vroege kerk. Ze verbinden ons met de kerk van alle eeuwen en ze verbinden ons met de kerk wereldwijd. Als we naar Japan naar de mis gaan, verstaan we er geen woord van, maar op het moment van de geloofsbelijdenis weten we, dit belijden de katholieken hier, ik kan daar helemaal mee instemmen, want het is onze geloofsbelijdenis. En andersom, als iemand uit Japan naar onze parochiekerken komt, zou diegene ook daar de geloofsbelijdenis in zijn taal mee kunnen bidden, wellicht zelfs in het Latijn kunnen instemmen. Het zijn dus heel kostbare teksten die nauwkeurig verwoorden wie God is, zoals God zich geopenbaard heeft. En we moeten ze dus nooit vervangen door zelfgemaakte tekstjes, hoe mooi die ook lijken te zijn. Maar dan stappen we in feite buiten die eenheid met de kerk van alle eeuwen en de kerk wereldwijd. Alle katholieken moeten in onze mis zich welkom weten door met ons hetzelfde geloof te kunnen belijden. En het zijn belijdenissen die ontvouwen wie die drie-ene God is die ons welkom heeft geheten, die tot ons heeft gesproken en van wie we de Zoon straks in de Heilige Communie gaan ontvangen. Het is nu aan ons om tegen God te zeggen, wij geloven van harte in u. En het is een woord dat Gods hart raakt. Hij hoort graag
dat we zeggen dat we in hem geloven. En dan wel geloven in de Bijbelse zin. Dat is niet alleen zeggen, wij geloven dit. Nee, geloven is een beweging naar God toe, is onszelf aan God toevertrouwen. Hij vertrouwt zich aan ons toe en wij vertrouwen ons aan hem toe. Woord en antwoord. En dat kunnen we doen door de geloofsbelijdenis van harte te bidden. En daarna komt het universele gebed van de gelovigen. We kennen dat als voorbeden, maar deze officiële titel is veel mooier. Het is een universeel gebed, het is een katholiek gebed. Oftewel, het is een gebed waarin we heel de wereld, alle situaties, alle mensen mee willen nemen en gezamenlijk aan God willen toevertrouwen. Het moeten geen lange gebeden zijn. Vaak worden dat gebeden waarin we dan eigenlijk niet zozeer tegen God willen spreken, maar tegen de anderen. Een soort les die we daarin leggen of nog een keer uitleggen waarom we daarvoor bidden. Nee, we richten ons tot God. Het kunnen korte gebeden zijn die we dan ook met een kort gebed gezamenlijk onderstrepen. In feite is dit ook een vorm van litaniegebed. Heel kort, en dan zeggen we ook kort, Heer, verhoor ons. Heer, onze God, verhoor ons. En zo een aantal gebeden. En dat is mooi. Dit is niet een uitputtend gebed, natuurlijk niet. We voegen ons in het veel grotere gebed, het universele gebed van de kerk. Maar enkele intenties ter plaatse leggen wij aan God voor, terwijl we weten de kerk wereldwijd bidt voor die universele intenties. Dit is ook ons antwoord op het woord van God. In het woord zegt God, ik geef om jullie, en in het antwoord zeggen wij, wij geloven in u en daarom vertrouwen wij u onze intenties toe. En daarmee wordt de liturgie van het woord afgesloten. Waar is de preek in dit geheel? Een preek is een ondergeschikt onderdeel van dit geheel. De preek is in zekere zin bedoeld om het woord dat geklonken heeft te verbinden met het woord dat vlees wordt, Jezus in de Eucharistie. De preek is bedoeld om het woord van de schrift misschien een beetje uit te leggen, wellicht wat te verbinden met ons dagelijks leven, maar vooral ons hart voor te bereiden op de volgende stap die plaats gaat vinden, namelijk dat Christus op het altaar komt om zich eucharistisch aan ons te geven. En de preek is wat we dan noemen ook subjectief. Het is wat de predikant denkt op dat moment te moeten zeggen, op de wijze zoals hij denkt dat het moet gebeuren. Maar het blijft toch altijd iets van die bepaalde predikheer. Terwijl het woord van God in de schrift objectief is en de geloofsbelijdenis objectief is. Daarom gebruiken we die teksten van de kerk. En het gebed is niet een privégebed van iemand, maar is een verzameling van gebeden binnen een veel groter gebed van de kerk, het universele gebed van de gelovigen. Objectief. Preek is subjectief. Wat niet wil zeggen dat de predikant daar maar zijn eigen ideeën moet gaan verkondigen. Natuurlijk niet. Hij staat gehoorzaam onder het woord en de leer van de kerk. En dat moet verkondigd worden als stap naar de Eucharistie toe. Maar het zal altijd een persoonlijk element hebben. En de ene keer bevalt dat misschien wat meer, de andere keer wat minder. Als we maar altijd beseffen, de preek is maar een ondergeschikt gedeelte van de hele Eucharistie-viering. We worden in de beweging vanuit het woord en ons antwoord meegenomen naar de volgende stap, de Eucharistische liturgie. Maar eerst deze vragen. Die twee geloofsbelijdenissen, heb ik die wel eens rustig gelezen en overwogen en me afgevraagd, wat vind ik eigenlijk het mooiste hierin? Of waar heb ik nog mijn vragen bij? En heb ik dan ook werkelijk moeite gedaan om me daar wat in te verdiepen? Het zijn prachtige teksten. We bidden ze wekelijks, zelfs bij het bidden van de rozenkrans
de korte geloofsbelijdenis dagelijks, maar hebben de woorden werkelijk betekenis voor ons? En het tweede, over dat universele gebed, bid ik dat werkelijk met vertrouwen, met geloof, dat de Heer naar dit gebed luistert. Dit zijn immers onze woorden naar Hem toe. En Christus luistert naar onze woorden. Hij luistert naar onze gebeden. En Hij wil ze op zijn manier, op zijn tijd, op zijn wijze ook verhoren. Maar geloven wij dat echt als we gezamenlijk deze intenties aan Hem voorleggen? Doen we dit met een echt vertrouwen? Vertrouwvol naar de Heer toe gaan, dat kunnen we altijd. Want Hij is aanwezig. Hij zoekt dat persoonlijk contact met ons. Zo gaan we ook nu weer een moment nemen van gebed. Dicht bij de Heer Jezus zijn, omdat we weten dat Hij dicht bij ons is. Spreekt God tot ons en de kerk antwoordt met de geloofsbelijdenis en met het gebed. Laten we dan ook nu antwoorden door in geloof het gebed binnen te gaan. Ons bewust maken van de aanwezigheid van Christus in het tabernakel waar we ons toe richten, waarnaar we ons richten, of anders in gedachten in de aanbiddingskapel zijn. Ons welkom weten bij Hem. De rust in de houding zoeken, onze aandacht op Hem richten. We maken het kruisteken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we even een moment nemen om ons werkelijk bewust te worden dat we bij Christus zijn. En als we druk zijn in onze gedachten of in ons gemoed, laten we dat dan uitspreken tegen Hem, zodat we daarna het geloof kunnen binnengaan en het gebed voor de anderen kunnen binnengaan. De geloofsbelijdenis is een prachtige tekst van de kerk. En in eenheid met de kerk belijden wij ons geloof. Maar het begint met dat woordje credo, ik geloof. En het is mooi om dat op dit moment te zeggen tegen Christus. Ik geloof in U als mijn Heer en mijn God. En ons dan af te vragen wat we zeggen met dat woordje, ik geloof in U. Laten we dit woord een aantal keren zo biddend tot Hem spreken. Ik geloof in U, mijn Heer en mijn God.
Ik geloof in U, mijn Heer en mijn God. Ik geloof in U, mijn Heer en mijn God. Het mooie aan dit gebed is dat Christus er is, niet omdat wij in hem geloven. Hij is er al en daarom geloven wij in hem. Het is niet ons geloof dat maakt dat hij er is, ook niet dat hernemen van dit woordje, dat we het onszelf een beetje inprenten. Nee, Jezus is er en wij belijden dat, wij beamen dat. Want we spreken tegen Christus die er al is. Ik geloof in U die er is, mijn Heer en mijn God. En zo is die uitdrukking ik geloof antwoord. Antwoord op een handeling die God al verricht heeft, zich aan ons te openbaren. Hij gaat altijd vooraf. Ons geloof is een reactie op een handelen, een actie van God. En dan zijn er die universele gebeden van de gelovigen, het gebed. Bidden voor zoveel intenties van onszelf, van mensen die we kennen. Intenties uit het nieuws, intenties van de kerk. Er is zoveel om voor te bidden, maar laten we dat ook doen. Laten we ons aanwenden om van de dingen die we horen, de nieuwsberichten, wat mensen ons vertellen, daar gebeden van te maken. En van tijd tot tijd is het ook goed om gewoon in het gebed te zijn en aan de Heer te vragen, waar wilt u dat ik voor bid? Of geeft u mij iemand in gedachten om voor te bidden? En als we dan een moment stil zijn, dan zullen we merken dat we aan iets denken of aan iemand denken, maar dan niet om daarover te blijven nadenken, maar om dan voor die situatie of die persoon te gaan bidden. We zullen dat ook nu doen. We nemen zo'n kort moment van stilte. En dan datgene of diegene wat in ons opkomt, laten we daarvoor gaan bidden. Goede Jezus, dank u dat we dicht bij u mogen zijn. We willen graag bidden voor een bepaalde intentie, voor iets of voor iemand. Misschien een hele grote intentie van de wereld of de kerk, misschien iets dichterbij. Maar geeft u dat mij in en geeft u mij daarna de woorden om daarvoor te bidden. Natuurlijk in de Eucharistieviering worden de gebeden voorgelezen en wij ondersteunen die door ons gebed.
Maar wellicht daarvoor of daarna is er altijd even dat moment om zelf ook onze intenties te noemen. Of anders, in onze tijden van gebed, aan het eind van de dag, even stil zijn en dan een situatie of een persoon die ons opkomt aan de Heer toevertrouwen. En misschien zijn het heel veel intenties, maar dan hebben we gelukkig het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, waarin we dan al onze intenties, ook diegene waar we niet aan toekomen om op dat moment te verwoorden, toch aan de Hemelse Vader kunnen toevertrouwen, zoals we dat ook nu gaan doen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja.